Beste kijkers, we zijn in de Kuinlaag Vuurse en gaan bomen planten en een wandeling maken. We gaan lindenbomen en loofbomen planten. Het lijkt ons heel leuk. Gaan jullie met ons mee? Nou, hier worden hier aan de bomen geplant. Kijk, hier is al een vak geplant. Nou, er zijn nog verschillende vlakken te planten. Die moeten jullie gelukkig nog doen. Want jullie gaan met z'n allen wel 80 of 90 boompjes planten. Ja, dat is nou een hele goede zaak. Nou, en dan wordt dit een echt een heel mooi gevak. Ja. Nou is het nog kaal. Maar als je over 2 of 3 jaar komt, dan zeg je, nou, het wordt al mooi. Dan beginnen al die boompjes uit te lopen. En als je dan oud bent, dan is dit al een mooi bos. Want die bomen die daar nog staan, die zijn ongeveer 50, 60 jaar oud. Dan kun je zien aan die ringen die daar liggen van die schijven. Er zitten allemaal ringen in, jaarringen. En als je die telt, dan zitten er ongeveer 50, 60 jaar, zijn deze bomen. Ja. Maar eigenlijk moeten er bomen bij zijn, bijvoorbeeld die zo oud worden. En die is wel 200 jaar. Ja. Dus het is zo, als de boom groot is, is het plantje dood. Daar kan je goed in slapen. En je kan er goed in zitten. Dit is een lindenboom. Dit is een loofboom die we hier gaan aanplanten om een beetje meer variatie in het bos te krijgen. Nou, ik zal het eentje voordoen. Eerst even een beetje zand erop. Gewoon grond. Goed aanstampen. Maar dat is toch een doodgewone tak. Dit is een lindenboom. Dit is een lindenboom. Met goed aanstampen en dan staat hij. En dan wachten tot hij. Tot hij heel oud wordt. Hey, en weet je ook waarvoor de bomen worden geplant? Dat het bos niet zo kaal is of zo? Dat we meer hout hebben en zuurstof. Dat het bos wat mooier wordt. Ja, dat het bos wat mooier wordt en dan hebben we meer hout. Oh, ja. Zo, hout heel mooi. Hij moet het goed aanstampen. Oh ja. Hij is echt andere kant. Nou, gaan we springen op de boom. Op de boom. Komen jullie vaak in het bos, jongens? Nee. Soms met de hond wandelen. Ja, ik kom wel, zoals ik bijvoorbeeld het kamp, kom ik wel eens, maar niet echt in dit soort bossen. Wat voor bomen hebben jullie geplant? Loofbomen. Wat zijn loofbomen? Bij de hand. We hebben er geplant. Oh nee, we hebben een beuken. Met blaadjes eraan. Ja. Jammer. En wat heb je dan nog meer? Bomen hebben blaadjes. En naaldbomen. Wat gaan jullie nu doen? We gaan een wandeling doen. En waar naartoe? Door het bos. Na 1850 heeft men hier dus toffe dennen aangeplant. Dus hier achter ziet. Dat wordt gedaan voor de mijnbouw in Limburg. Hier mag lopen. Jullie zijn hier langs van Kitte Boerderij gebouwd. Ja, hier heb je zo. Ja. Dat was vroeger een steenfabriekje. Zandsteen werd er gemaakt. En wat heb je nodig om steen te maken? Water. Ja, water, maar wat nog meer? Ja, zand. Klei, leem, zand. En dat werd hier uitgegraven. En zo is dat meertje ontstaan. Nou jongens, ik heb het een en ander verteld. Ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Ik zou zeggen, loop met z'n allen even door de kijkhut. Kan je eventjes kijken naar het Pluismeer. Ja. Nee, dat is echt heel veel. Zit er wel? Nee, rij. Oh, er is nog een paddenstoel, hè? En wilde eenden. Hey, ik ken wilde eenden, die zijn gewoon tammen. Hey, hallo, wat hebben jullie bij je? Oh,
we hebben stukken boom gevonden en dat gaan we mee naar huis nemen, want we vinden het echt heel mooi. Dus... En mag het van de boswachter? Ik denk het wel. Het lag gewoon los. En wat zie je op, dat, op die schijf? Je ziet hoe oud de boom is volgens mij. Kan je die dingen, die ribbeltjes kan je dan tellen. Ja, wat ga je met die dingen doen? Nou, ik vind het echt gewoon heel mooi. En ik denk dat ik het gewoon op mijn kamer neer ga leggen.